Vandaag gaan we een BMW R1200 GS uit 2011 de klepspeling controleren. Het is een beetje anders dan bij de oude modellen die nog een stelbouwtje, stelmoertje had. Hier werk je met onder de slepertjes met die halve bolletjes. Eigenlijk is het helemaal niet zo sec spannend. Wat je eigenlijk moet doen is klepdeksel eraf, bougie eruit. Maar voordat je bougie eruit doet, even met een bandenpomp of iets anders, even alle stof wegblazen, zodat je verdraaien van de motor om in de juiste stand te komen staan, niet het vuil naar binnen toe zuigt. Dan moet je eerst even schoonblazen, dus bougie eruit, bak eronder ook onder. En wat je dan eigenlijk moet doen, ik weet niet of je hier kan zien, hier zitten twee kleine merkjes op, twee hapjes, twee streepjes, die moeten naar elkaar toe wijzen. En als die zo goed staan, dan staan de cilinders in de uiterste stand en kan je de klepspeling vastdoen. Dus wat je dan gebruikt, is een aardappelklep, die gaan dan de klepspeling 040. Ja. Wat je dan doet is meten wat is de klepspeling. Nou, 040 doe ik erheen, die gaat er in principe redelijk makkelijk doorheen. Deze niet, dan heb ik een dunnere. Ik zal zo meteen wel even neerzetten wat de precieze maat moet zijn. Deze 030 gaat er prima doorheen. Nou, hier. Dus deze zit 040, 030. Dat is een spek. Deze, de inlaatklepper, is een beetje anders. Die moeten tussen 013 zijn. Wat ga ik nou doen? Ik heb hier een hele mooie 015. Die gaat er makkelijk doorheen. Dus dat is goed. Nou, bij deze ook. Dus ze zijn ruimer dan 015. Nou, dan ga ik eens even kijken. Gewoon 020 proberen. Kijken of die dan goed gaat. Deze zijn. Ja, die gaat er ook goed doorheen. Iets moeilijker. Maar nog wel binnen spek. Nou. En dan ga ik even kijken of ik er 025 ook erin kan krijgen. Nee, dat wil niet. Heel veel moeite. Nou, we hebben geluk. Het valt dus in spek. Iedere 20.000 kilometer of 3 jaar of zo ongeveer. Zoals in het scherm zit, dan moet het gecontroleerd worden. Meestal is het zo dat je wijzelijk wel 2 of 3 keer controleert. En pas 1 keer hoeft te stellen. Hè. Dus wij spreken tussen de 60 en de 80.000 vanaf nieuw. En dan weer als je wat hoger zit. En hoe rij je? Rij je gewoon een toerrijder zoals ik? Is het weer minder erg dan iemand die 160 plus over de Duitse autobaan heen knalt. Nou, moest je ze vervangen, dan heb je een schroevendraadje nodig. Zoals deze. En dan wip je hem zo ertussenuit. Wel opvangen dat hij niet tussen valt. Schuif hem er zo af. Hierin zit het bolletje. En die vervang je dan. Ik heb helaas geen micrometer. Als ik kon zeggen, nou ja, hoe ik dat ga laten doen. Eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk. Klepspeling controleren. Nou, wat je nog altijd even doet, kijken naar de nokkenassen. Nou, je ziet dat ze mooi schoon zijn, geen groeven. Deze motor heeft 120.000 ongeveer gelopen. Ziet er eigenlijk netjes uit, ik zie geen sporing. Ik kijk, deze kant zit, misschien dat je hier komt kijken. Klepgeleider, de ketting spannen. Die voel je even of die strak zit. Dat doe je ook aan de andere kant. En hier heb je er nog een. Nou, zit er allemaal dikker nog uit. Nou, zelf ga ik de pakkingen vervangen, omdat ik niet weet hoe oud ze zijn. En ze begonnen een beetje te zweten, want je trekt ze, de klepdekselbouten, die trek je met een hele lage kop vast, 10 Nm, dat lijkt niet veel. Doe niet meer, want dan vervormen de pakking en dan gaan ze alsnog zweten. Dus ik heb besloten om gewoon nieuwe pakkingen te kopen. Die kan je, hoef je niet iedere keer te vervangen, die kun je echt wel een aantal jaren gebruiken met stellen. Heel erg simpel. Ik wou het ook zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Doei!